Voetbalbond KNVB heeft er lang op gewacht. En vanavond is dan eindelijk de wereldprimeur. In het bekerduel Ajax-Willem II heeft de arbiter hulp van een videoscheidsrechter. De KNVB deed eerder een proef met het technische hulpmiddel, maar moest daarna een tijd wachten op toestemming om het ook in het echt te mogen gebruiken. Nu die toestemming er is, wordt er vanavond in de Arena en morgen in de Kuip een videoscheids gebruikt. Dat betekent dat de scheidsrechter op het veld contact heeft met een andere scheidsrechter. En die tweede arbiter heeft de beschikking over verschillende camera's. Bij twijfel op het veld, bijvoorbeeld over een doelpunt, kan de hulp worden ingeschakeld van deze videoscheidsrechter.